In het voormalige pand van Actiesport aan de Kiel in Dronten wordt hard gewerkt. Het kunstcollectief Dronten richt de winkel in als ruimte voor exposities, workshops en kunstuitleen. Voorzitter Aad Gordijn hoopt dat de zaak op 1 juni open kan voor het publiek. Nou, de stand van zaken is dat we nu eindelijk vast hebben kunnen schilderen. We hebben het pand een beetje op mogen knappen. Zoals je kunt zien hebben we al wat werken in de etalage gezet. En we hopen op hele korte termijn toch de zaak vol te krijgen met werken van Drontense kunstenaars. Er hebben zich ruim 20 aangemeld die heel graag mee willen gaan doen. En dit pand is jullie beschikbaar gesteld? Dat pand is ons beschikbaar gesteld door Square 4, de eigenaar van dit pand. Vroeger heeft hij Actiesport gezeten. En het enige wat wij moeten betalen is de servicekosten van de winkel hier, de winkeliers gebeuren. Het pand en beveiliging en dat soort zaken. En gas en licht. En u zegt wij, wie zijn jullie precies? Nou, wij zijn kunstenaars, mensen die kunst maken uit Dronten. Het is wel zo dat het initiatief is gekomen vanuit de kunstraad. Want vanuit de kunstraad kwamen we er toch achter dat er geen kunstenaarsvereniging was hier in Dronten. Dus daar hebben we een keer een bijeenkomst georganiseerd. En vanuit die bijeenkomst zijn er een zestal mensen geweest die hebben zich er sterk voor gemaakt om het verder op te richten. En we hebben dus inderdaad ruim 20 mensen die bereid zijn de contributie te betalen en ook hier te gaan exposeren. Maar dan mogen er altijd meer bij. Want gas en licht, dat tikt toch wel maandelijks aan. We hoeven dus geen huur te betalen, maar dat soort zaken moeten we wel betalen. En wat is nu het tijdspad? Het tijdspad is dat wij hopen uiterlijk 1 juli toch de zaken helemaal vol te hebben. En dat we echt mooie exposities kunnen laten zien aan het publiek wat hier heel graag en vaak voorbij komt.